Het is weer tijd om ook deze maand opnieuw €250 te gaan investeren in mijn tweede portfolio. Een portfolio dat ik vorig jaar ben begonnen met het idee om juist een breed gespreide ETF te verslaan. Vorig jaar is dat helaas net niet gelukt, maar laten we hopen dat het dit jaar in ieder geval wel gaat lukken. In deze video wil ik gaan kijken naar hoe mijn portfolio er op dit moment uitziet en wil ik gaan kijken naar welk aandeel ik deze maand wil gaan toevoegen en juist ook waarom ik dat aandeel heb gekozen voor deze maand. Dus laten we dat gaan bekijken en snel beginnen met de video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals gezegd, begin vorig jaar ben ik deze videoserie begonnen. Juist met het idee omdat mijn eigen portfolio, mijn eerste portfolio, best wel flink gegroeid was. Ik geloof aan het begin van het jaar €150.000. Gedurende het jaar is het ergens richting de €270.000 gegaan. En dan is het gewoon als kijker zijnde misschien heel erg lastig om je daarmee een beetje overeenkomsten te zien. Dus dat was een van de redenen van mij om een tweede portfolio te beginnen en ook deze serie te beginnen. Om aan de ene kant te laten zien wat je kunt bereiken wanneer je €250 per maand inlegt en gewoon vanaf nul begint. En aan de andere kant juist om te zien of het mogelijk is door zelf aandelen te kiezen, zelf afwegingen te maken, waarderingen te maken, om een breed gespreide ETF of een hele index te proberen te verslaan. Vaak zou dat wel lukken op de korte termijn, maar uit onderzoek is gebleken dat zeker op de lange termijn dat heel erg lastig is. Ik wil het toch proberen met deze serie en zoals gezegd, vorig jaar is dat nog niet helemaal gelukt, maar laten we hopen dat in ieder geval dit jaar een stuk beter gaat. Want we zagen in de vorige video, in de laatste video uit deze serie vorig jaar al, dat ik ongeveer 1,25% minder vermogen had opgebouwd door juist zelf mijn aandelen te kiezen, terwijl ik eigenlijk ook dus had kunnen investeren, moet ik zeggen, in VWRL. En een van de kijkers heeft terecht opgemerkt in de reacties onder deze video, of onder die video, dat ik eigenlijk beter had kunnen vergelijken met inclusief dividenden. Dat had ik toen niet gedaan, dus dat is ook de reden dat ik dit jaar juist niet met VWRL ga vergelijken, maar met VWCE. Dat is eigenlijk hetzelfde, dezelfde ETF als VWRL, alleen VWRL die keert dividenden uit, terwijl VWCE ze herinvesteert in de ETF. En het dus ook beter naar voren komt in de koers van die ETF. Dus op die manier hoop ik in ieder geval deze serie ook dit jaar een betere vergelijking te kunnen maken door juist met VWC1 te gaan vergelijken. Maar laten we dan even gaan kijken naar mijn portfolio. En mijn portfolio, mijn eerste portfolio, maar ook mijn tweede portfolio, heb ik bij DEGIRO. En de reden daarvoor is dat gewoon DEGIRO ik heel interessant vind, heel fijn vind om mee te werken. En juist vanwege de lage kosten ook. Dus mocht je ook zelf een account willen openen, bijvoorbeeld bij DEGIRO, maak dan gebruik van de link onder deze video. Op die manier help je het kanaal. Je krijgt namelijk een vergoeding daarvoor, zolang het nog mag van de AFM. En dat wordt natuurlijk altijd gewaardeerd als je op die manier het kanaal helpt. Maar gaan we dus kijken naar mijn portfolio op dit moment. En dan ziet het er als volgt uit. Dan zien we dat ik net geen €3400 op dit moment in dit portfolio heb staan. Met ongeveer €150 in de plus, winst gemaakt. €550 zeg maar vrije ruimte, omdat ik de €250 van deze maand alvast heb gestort. En van vorig jaar nog wat geld over had, wat ik toen niet direct had geïnvesteerd, maar hopelijk dus vandaag wel kan gaan doen. En kijken we dan eigenlijk naar mijn portfolio van aandelen en van trekkers, dan zien we eigenlijk een wisselend beeld. Sommige aandelen staan net in de min, sommige staan net in de plus, sommige staan dik in de min, andere staan dik in de plus. Dus best wel een verdeeld beeld dat we kunnen zien. Corsair heeft het bij lange na niet gedaan wat ik had gedacht dat het zou gaan doen. Kan misschien ook wel te maken hebben dat juist dit soort aandelen even iets minder in trek zijn, omdat iedereen heeft de laatste tijd wel computerspullen gekocht, dus dat zal nu een beetje dalen. HP doet het dan weer juist heel erg goed. Intel eindelijk een beetje in de plus, de laatste tijd tot positief nieuws. Microsoft, gisteren natuurlijk groot in het nieuws vanwege de overname die ze willen doen van Activision Blizzard. Daar ging het aandeel van Microsoft iets op onderuit. Het aandeel van Activision Blizzard ging 30% in de plus. Microsoft sowieso al iets lager, op dit moment zo rond de $300. Eerder dit jaar, eind vorig jaar, stond het rond de $340. Polaris is het aandeel van vorige keer, van vorige video, vorige maand. Heeft eventjes bijna 10% in de plus gestaan, maar ook gisteren een flinke correctie. En staat nu nog ongeveer zo'n 4% in de plus. En bij de trekkers zien we eigenlijk ook een wisselend beeld. De MSCI World, die staat met 20% in de plus, doet het heel erg goed. Ook de semiconductors doet het heel erg goed, wat ik begin vorig jaar heb gekocht. Eind van vorig jaar heb ik juist Digital Assets gekocht van VanEck, een ETF, die zich juist richt op cryptobedrijven en op blockchainbedrijven. Daar gaat het nu eventjes stukken minder mee. En ook de Cloud Computing ETF van WisdomTree doet het stukken minder met zo'n verlies van 25% op dit moment. En het is denk ik ook wel even goed om dat goed te beseffen dat we sommige aandelen het juist heel goed doen en andere het juist heel slecht doen. Dat is namelijk ook zeker iets waar we rekening mee moeten houden met het aandeel van deze maand. Want het aandeel dat ik nu wil gaan toevoegen is Coinbase met tickersymbool COIN. En waarom ik zeg dat dat juist heel goed is om te beseffen dat het goed kan gaan of minder goed kan gaan, is dat het juist een aandeel is dat ik inschat met een wat hoger risico, een flink risico. En dat heeft er alles mee te maken dat ik juist zelf voor deze video, voor deze analyse minder uitga van fundamentele analyse, maar veel meer richting technische analyse of wat juist analisten van het aandeel verwachten. En wat ik zelf ook van het aandeel verwacht, maar zeker ook van de koers van cryptocurrencies in de komende paar maanden. En ik heb Coinbase al eerder besproken in een video, dat was in april van vorig jaar. Dat was net voordat Coinbase de beursgang had, dus naar de beurs gingen. Inmiddels zijn we dus bijna een jaar verder, weten we veel meer over het bedrijf, maar het is denk ik wel belangrijk om, als je Coinbase nog niet kent, even die video te kijken. Dat zal, hierboven zal ik even een linkje plaatsen om dat te doen. En in die video besprak ik heel wat punten, maar vooral ook voordelen en nadelen. Ik denk dat het vooral even belangrijk is om die voor- en nadelen nog even op te sommen. De voordelen waren juist dat ze in een groeimarkt zitten. Cryptocurrencies is al best wel gegroeid, maar er zijn nog heel veel mensen die daar geen gebruik van maken. En ook de technologie erachter, blockchain bijvoorbeeld, wordt steeds vaker gebruikt door steeds meer bedrijven. Dus de potentie dat het gaat groeien, deze markt in de toekomst, die is er zeker. Een ander heel belangrijk voordeel, een pluspunt, was dat het bedrijf toen ze vorig jaar naar de beurs gingen al winstgevend waren. Vaak zie je dat bedrijven die een beursgang doen, dat op dat moment nog niet winstgevend is, maar dat het juist de toekomst er heel rooskleurig uitziet. Nou, dat was bij Coinbase dus niet het geval. Ze waren toen al winstgevend en in zelfs de kwartalen daarop zijn ze nog winstgevender geworden. Ze hebben echt kunnen profiteren van de koersstijging op dat moment. En een derde voordeel was dat er heel veel institutionele partijen gebruik maken van Coinbase. Mijn verwachting was dat steeds meer institutionele beleggers gebruik zouden maken of gaan investeren in cryptocurrencies. En daar zou Coinbase van kunnen profiteren. En ook dat is iets wat we vorig jaar hebben zien gebeuren. Steeds meer grote partijen willen er met een klein gedeelte van hun vermogen mee bezig zijn. En Coinbase kan daar dus van profiteren. Maar zoals gezegd waren het niet alleen voordelen, er waren ook zeker nadelen. Eén, dat ik denk wel misschien wel het belangrijkste nadeel, maar misschien ook juist wel een reden voor mij om nu naar dit aandeel te gaan kijken, is dat Coinbase heel erg afhankelijk is van de koersen van cryptocurrencies. Gaat het goed met Bitcoin? Gaat het goed met Ethereum? Staan de koersen hoog? Staat ook de koers van Coinbase hoog? En dalen juist de koersen, dan dalen ook de koersen van Coinbase bijvoorbeeld. Aan de andere kant, juist dat soort fluctuaties zorgt er wel voor dat mensen gaan kopen en verkopen. En dat is juist het verdienmodel van Coinbase. Dus ook zeker goed om dat in het achterhoofd te houden, dat het niet per se slecht hoeft te zijn als er veel fluctuatie is. Wat wel iets minder positief is, is dat er natuurlijk, als er veel te verdienen valt op zo'n markt, er automatisch meer concurrenten bij komen. En misschien is het niet zo dat Coinbase marktaandeel inlevert, of als ze dat al inleveren, zolang de markt groeit, maakt dat op zich niet zo heel veel uit. Het is denk ik vooral ook belangrijk om te beseffen dat als concurrenten ook deze markt betreden en dat daar mogelijk is om tegen lagere kosten crypto te kopen en te verkopen, dat Coinbase zich misschien verplicht voelt om ook de tarieven te verlagen, dat daardoor juist de winstgevendheid van het bedrijf omlaag gaat. En zoals ik in die video aangaf, was het vorig jaar in ieder geval niet voor mij het moment om het aandeel te kopen. Dat heeft er vooral mee te maken met een beursgang, er eigenlijk alles op gericht is om voor het bedrijf zelf, voor die aandeelhouders op dat moment, het zo positief mogelijk te maken en zoveel mogelijk geld op te halen. En dat betekent automatisch dat als jij bij een beursgang aandelen wilt kopen, je waarschijnlijk dus ook te veel betaalt voor het aandeel. Maar ik heb ook in die video al verteld dat misschien was dat niet het moment om te kopen. Maar misschien komt er nog een moment en ik heb het dan ook zeker in de gaten gehouden. En ik denk dat nu misschien wel eens een moment kan zijn wat juist voor mij interessant is om in te stappen in dit aandeel. En laten we dan ook even gaan kijken naar de koers van Coinbase. Zoals gezegd, vorig jaar op 14 april zijn ze naar de beurs gegaan. Het opende ongeveer op $330. Het steeg die dag even naar $430. Maar in de maanden daarop daalde het eigenlijk zo tot ongeveer de koers van dit moment. Rond de $220, $230. Af en toe een slechte dag, dan daalt het richting de 210, maar daarop herstelt het eigenlijk wel. Dus dat is misschien een van de redenen voor mij alvast om te gaan kijken waarom het juist bij deze koers heel interessant is. Omdat blijkbaar hier heel veel weerstand wordt gevonden. De koers heeft in het verleden in ieder geval nooit heel veel verder gedaald, terwijl die juist heel veel is gestegen. De laatste keer dat het opviel was ongeveer begin oktober. Alleen kwam ik er net iets te laat achter en toen schoot de koers al omhoog. Dus die heb ik gemist. We zagen toen ongeveer een stijging van zo'n 60%. Dus hopelijk dat er nu een moment komt dat er ook wederom zo'n stijging komt in de toekomst. En dat ik daar dan wel van kan profiteren. Maar zoals ik eerder ook al aangaf, als een van de nadelen, en misschien zelfs wel het grootste nadeel, is dat de koers van Coinbase heel erg afhankelijk is van wat de koers van crypto doen. Bijvoorbeeld van Bitcoin. Dus gaan we het vergelijken. Pakken we Bitcoin, US dollar en zetten we die erbij. Dan zien we dat in het begin het ook nog heel erg goed ging met de koers van Bitcoin. Dat is de oranje lijn. Maar zodra die daalt, volgt eigenlijk of loopt het aandeel van Coinbase daar al een beetje op voor. Dan laat het hier lange tijd een beetje, blijft het een beetje hangen. Maar zodra het dan weer goed gaat met crypto, gaat het ook in één keer weer goed met de koers van Coinbase. En sinds november zien we een daling in crypto en dus ook in de koers van Coinbase. Dus we zien een duidelijke correlatie tussen beide. Dus het is ook heel belangrijk niet alleen om te gaan kijken naar de resultaten of wat we verwachten van het bedrijf zelf, maar ook zeker wat we verwachten wat koersen gaan doen van crypto. Want als die gaan stijgen, is het aannemelijk, lijkt mij het in ieder geval, dat ook de koers van Coinbase, het aandeel, gaat stijgen. Maar laten we eerst gaan kijken naar het aandeel zelf dus van Coinbase. En dat doe ik via Beleggertools. Dat is de website die ik heb gemaakt juist om aandelen te analyseren en te waarderen. Nou is het bij dit bedrijf wat lastiger. Dus laten we even gaan kijken naar de checklist. En dan zien we eigenlijk dat op een paar punten data mist. Dat komt omdat we eigenlijk... Het is vooral ook gericht op value investing. Daar hebben we van meerdere jaren data nodig, 5 jaar. En sinds vorig jaar is het pas beursgenoteerd. Dus daarom valt er af en toe wat data weg. Maar de data die we zien, ziet er in ieder geval groene dingen. Dus dat is positief, laten we zeggen. Een PE-ratio van net geen 17. Al hebben we wel kunnen zien dat op sommige kwartalen een hoog PE-ratio is van rond de 30. Op andere kwartalen rond de 8. Dus het hangt er nu een beetje tussenin. Ze hebben natuurlijk wel, zijn heel winstgevend. Een bruto winst volgens mij van boven de 90%. Een netto winst van boven de 50%. Dus dat is heel positief. Ze hebben weinig schulden. En als ze die schulden zouden willen afbetalen, is dat ook heel makkelijk voor dit bedrijf. Maar laten we dan ook even gaan kijken naar de grafieken. En dan eigenlijk juist van de laatste paar kwartalen wat data te zien. We zien flinke fluctuatie in de koers. Dat zagen we net ook al. Flinke fluctuatie in de PE-ratio. Dat heb ik zojuist ook al aangegeven. Maar juist even kijken naar de omzet en de winst van dit bedrijf. Want het was dit kwartaal dat ze naar de beurs gingen. En daar zagen we meteen heel positieve cijfers. Hadden ze het kwartaal daarvoor nog ongeveer zo'n 300 of 500 miljoen was het geloof ik zelfs. Toen ineens kwam er 1,8 miljard. Dat was het moment, dit kwartaal zeg maar, waar de koersen van crypto juist heel erg stegen. Heel veel mensen gingen kopen. Als mensen gaan kopen, kan juist dus Coinbase daarvan profiteren omdat ze juist een percentage van iedere transactie als omzet pakken. En ze zijn, zoals we net al zagen, heel erg winstgevend. Heel veel van die omzet houden ze over. Ook hier zien we ongeveer 50%, oftewel van 1,8 miljard omzet houden ze bijna een miljard over aan winst. Het tweede kwartaal was ook heel erg positief. Daar ging zelfs de omzet naar 2,4 miljard en de winst bleef toen ongeveer een beetje hetzelfde. Dat was juist een kwartaal dat de koers van heel veel crypto's juist onderuit ging. Dus heel veel mensen gingen op dat moment verkopen. Wederom een heel goed positief iets. Op het moment dat er gehandeld wordt, kan Coinbase daarvan profiteren. En dat zien we hier ook duidelijk. En het derde kwartaal was een beetje een kwartaal waar lange tijd stil lag met de koers. Er zat niet heel veel fluctuatie in. En dat zien we dan wederom direct terug in de omzet. Want die halveert bijna in dit geval voor Coinbase. En omdat het dus niet alleen belangrijk is om te gaan kijken naar de kwartaalcijfers van dit bedrijf, maar juist ook wat we verwachten van de koersen van crypto, kunnen we altijd gaan kijken naar de Fear and Greed Index. Nou, vandaag staat die op 24, dat is laag en dat is dus positief misschien voor mijn geval, omdat ik bepaalde verwachtingen heb. Maar dat blijkt dus wel dat er heel veel angst in de markt is rondom crypto. Dat niet alleen vandaag, dat was gisteren zo, dat was vorige week zo en dat was zelfs vorige maand zo. En scrollen we iets naar beneden en dan zien we hier het verloop van het afgelopen jaar. In het begin van vorig jaar stonden de koersen heel hoog, was er heel veel greed. Mensen waren heel positief, waren hebzuchtig, wilden het kopen, het kon alleen maar hoger gaan. Nou, dat bleek uiteindelijk wel tegen te vallen. Toen kwam er een lange periode van fear eigenlijk, zoals we nu ook hebben. Was weer positief, weer negatief, weer positief. En nu dus alweer een tijdje wat negatiever zoals we hier zien. Maar dat is ook wel mijn verwachting dat dit niet zo blijft. Uiteindelijk zullen koersen niet heel veel verder dalen. Denk ik tenminste, is mijn verwachting, is mijn hoop. En er komt dus een moment dat wanneer koersen weer gaan herstellen, mensen in één keer dit allemaal vergeten En alleen maar weer kunnen denken aan een nieuwe all-time high. Dus juist heel positief zijn. Dus als dat gaat gebeuren, hoop ik in ieder geval dat het gebeurt. En dat ook Coinbase, dat we dat daar terugzien in de koers van het aandeel. Maar dat is dus mijn verwachting voor het aandeel. Laten we ook vooral gaan kijken naar wat analisten verwachten. En dat doen we ten eerste bij TipRanks. Daar zien we 15 analisten met een gemiddeld koersdoel van $420. Zelfs het laagste koersdoel van $300 ligt nog altijd zo'n 36% boven de huidige koers. En kijken we naar Seeking Alpha, daar zien we 23 analisten met een gemiddeld koersdoel van $373. En daar is het laagste koersdoel weer een stukje lager, $225. En dat is ongeveer dus de huidige koers. Dus het lijkt erop dat analisten in ieder geval inschatten dat de huidige koers ook wel een beetje de bodem is van wat we de komende 12 maanden of wat we als koersdoel over 12 maanden kunnen verwachten. Maar zoals gezegd, dat is dus wat analisten verwachten. Laat ook vooral weten wat jij denkt van, of wat jouw verwachtingen zijn van Coinbase aan de ene kant of juist cryptocurrencies aan de andere kant. En doe dat via de reacties onder deze video. En dan komen we daarmee aan bij de samenvatting van deze video. En dat is ten eerste dat de Coinbase, de koers op dit moment, een beetje de regio is waar ik het al eerder interessant vond. Dat gaf ik ook al aan. Begin oktober zaten we al een beetje rond deze koers. Toen heb ik het helaas gemist, omdat ik het net niet elke dag had bijgehouden. Heb ik misschien ook wel een upside van 60% in dat geval gemist. Dus laten we hopen dat we rond deze koers opnieuw een goed instapmoment blijkt te zijn. Maar zoals ik eerder ook al aangaf, het is echt wel een aandeel en dus ook een aankoop van mij met behoorlijk wat risico. Ik ben me bewust van het risico en ik neem het dan ook wel bewust, omdat ik het wel positief inschat voor mezelf. Maar het is wel heel erg afhankelijk van aan de ene kant wat de resultaten gaan doen. Dus gaat het heel erg goed met het bedrijf, dan reageert de koers daar natuurlijk ook heel erg sterk op. Hebben ze veel omzet, hebben ze automatisch veel winst, omdat ze best wel goed netto winstpercentage hadden. Nou, ik ga ervan uit dat juist door die flinke stijging en daling in het vierde kwartaal, dat we eigenlijk juist daarvan als Coinbase zijnde kunnen profiteren. Maar niet alleen de resultaten van het bedrijf zijn belangrijk. Het is ook heel belangrijk wat de koers van crypto gaat doen. En daar heeft het bedrijf geen invloed op. Dus gaat het goed met Bitcoin de komende maanden? Gaat het waarschijnlijk ook goed met de koers van Coinbase? Gaat het juist heel slecht met de koers van crypto? Gaat het juist onder die $40.000 richting die $30.000, dan zullen we waarschijnlijk ook zien dat de Coinbase koers juist ook onderuit gaat. Maar dat is dus niet waar ik op hoop en waar ik ook niet op vanuit ga, waar ik niet op gok. Ik denk juist dat ze kunnen profiteren en zeker ook wanneer het weer omdraait, dat mensen weer positief worden, dat mensen weer gaan kopen, dat dat juist terug te zien is in de koers van Coinbase. Want dat zijn juist de momenten waar zij het van moeten hebben. Op het moment dat er veel gehandeld wordt, betekent ook dat het aandeel of dat het bedrijf veel geld verdient. Dus ik hoop in ieder geval dat het de komende tijd gaat gebeuren en dat we dat terug gaan zien in de koers van het aandeel. En dat de koers dus de komende tijd ook gaat bewegen eigenlijk richting de koersdoelen die we eerder al zagen bij analisten. Ik heb het aandeel nu nog niet gekocht, dat ga ik later doen, maar dat komt omdat op dit moment dat ik de video opneem, de Amerikaanse beurzen nog gesloten zijn. Dus ik ga dat straks doen na 15:30, zodra de beurzen geopend zijn. En dan zie je de volgende keer in de video alweer het aandeel verschijnen in mijn portfolio. Maar daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze video. Dus vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Dan wil ik jou weer bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.